Dit is HHCTV, mede mogelijk gemaakt door Rent&Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties. HHC Hardenberg thuis tegen AFC uit Amsterdam. Afgelopen woensdag ging het niet zo goed tegen de Amsterdamse ploeg. Werd verloren van ASV De Dijk in de beker, doodzonde natuurlijk. Hadden we zomaar Ajax thuis geloot. En het eerste schot in de wedstrijd is van Tiemen van Hezel, die afgelopen woensdag goed speelde en dus nu in de basis mocht starten. De ploeg van Tondu Chatonnier dan. Als HAC deze wedstrijd wint, dan heeft het 9 uit 3 als het gaat om de thuiswedstrijden. Nog geen puntverlies op de Boshoek. Maar ook nog maar één puntje buitenshuis. Dus laten we dan in elk geval die statistiek in de thuiswedstrijden in stand houden. En wat proberen te doen aan de uitwedstrijden, zou ik zeggen. Een eerste helft waar niet heel veel noemenswaardig gebeurde. Dit is een goede mogelijkheid voor Koos Werkman. Vers schot. Maar net naast het doel van Joey Potveer, de doelman van AFC. Danny Bouws, die goed speelde. Hemmink geeft de bal terug op Bouws. En daar is Van Assem. Oh, dat had er moeten zijn. Goed ingeschoten, maar ook een goede redding van Potveer. Opnieuw Bouws. Goed opgevangen. Kopen ze terug naar Bouws. Hemmink. Kan niet tot een schot komen. Bouws dan. Van Bentum. En dan moet dit hem zijn. En dat is hem ook. 1-0. Bevrijdende treffer voor HHC. Dat beter is dan AFC. Maar de kansen niet benut. Tot nu. Want Van Bentum doet dat natuurlijk hartstikke goed. Bouws legt hem voor. Gaat dan langs alles en iedereen heen. Nijpels in de fout. En uiteindelijk is het dan dus Van Bentum die scoort. En dat is lekker. 1-0 de voorsprong. Verdient dan ook. Bal van Van Hezel. Boerier, geen buitenspel. Bal stuit hoog op. Maar wel 1-1 met de doelman. En dan moet het raak zijn. Het is nog niet zijn seizoen. Het seizoen van Sargon Boerier. Cool. Naar Grootvaam, die is ingevallen. En Kobense verovert dan de bal, maar levert hem net zo snel weer in bij Kulhan. Die de bal dan meegeeft. De voorzet dan van Grootvaam en dan had hij hier meer in gezeten voor Matthijs Jessen. Publiek had wat last van de zon, moest tegen de zon inkijken. Maar dat is wel lekker om te kunnen zeggen op 23 september. Want dat kan ook anders. Twee weken geleden stonden we nog in de stromende regen en werd de open dag nog afgelast. Die ging vandaag wel door en was een groot succes. AFC dan, komt er niet uit. Metaille is ingevallen en die verovert dan de bal. Levert hem in bij Gourie. Nou, wat gaat Gourie ermee doen? Maar eens uithalen. Nee, nu kan het niet meer, dan moet hij terug. Dan is daar Metai. Kan die er dan wat mee? Lastige hoek voor Skodran Metai. Mooi gezicht. Vaku. Want spannend is het nog wel. Want zolang HRC die tweede niet maakt, is het natuurlijk gewoon maar 1-0. En als Grootvaan deze bal goed had geraakt, dan had het maar zo 1-1 kunnen staan. En dit gaat ook maar net goed hoor voor HRC. De inzet van Nijpels die via Geurts naast gaat. Van Hezel. Opnieuw met zo'n mooie lange bal. Tiemen van Hezel. Van de Assem. Krijgt hem van Kobussen. En dan moet dit hem zijn en dat is hem ook. 2-0 einde wedstrijd. De beslissing Mathieu van de Assem. Wat leuk voor hem. Hij viert het met de supporters. En dat betekent dat HHC ongeslagen blijft op de Boshoek. Zonder puntverlies. 9 uit 3 op de Boshoek. Maar er komen nu twee uitwedstrijden aan. Het zou lekker zijn als daar ook punten werden gehaald. Dat gaan we volgende week zien.
Maar nu eerst genieten van deze heerlijke overwinning. 2-0 tegen AFC. HHC TV is mede mogelijk gemaakt door Rent & Go Huurwagens en Studio 28 Videoproducties.